Dat huis is er. We staan inmiddels hier in de rij om straks te gaan borden. En Malusi vertelde net al, als je aan de linkerkant op de boot zit, dan heb je het mooiste uitzicht op het eiland als je die kant op vaart. En is het Malusi op het eiland of is het op de stad San Francisco? Dus hier op de... Oké, nou dat is wel heel mooi natuurlijk. Dan kunnen we de skyline ook mooi zien. We zijn inmiddels gearriveerd op Alcatraz Island. Dit is ook de plek waar we later op de dag weer van moeten vertrekken. Want er staan hier heel veel mensen alweer klaar om de boot te pakken. En ik heb het vermoeden dat dit heel erg indrukwekkend gaat zijn. Maar wie komt er nou op Alcatraz Island? Ja, wij en nog heel veel andere mensen natuurlijk. Maar het is toch wel heel speciaal. If you look across the bay, towards the Bay Bridge... That big island in the middle, that was the island of the pelicans, according to Juan. If you look behind the restroom, this direction, that was Angel Island, Isla de Los Angeles. And San Francisco, the peninsula that you just... En we beginnen hier onze tour door direct naar boven heen te gaan. Het zal best wel heel druk zijn, maar Marloes die had gelezen dat als je direct naar boven gaat, dat je... van jouw groep een beetje rust hebt en dat je alleen wat foto's zou kunnen maken zonder dat 835 Amerikanen om je heen staan. Dus dat gaan we eventjes proberen. We komen hier in de Military Guard House. Kanon. Ter beveiliging hier van het eiland. Gaan we direct omhoog? Ja. Je zit aan dezelfde weg die de gevangenen ook moesten lopen destijds. Geboeid. Elke poon liep hier. Ons eerste doel. Eigenlijk ook het hoofddoel natuurlijk, maar dat wil iedereen zien, is de cellencomplex bekijken. En ja, dat is natuurlijk ook wat iedereen het meest tot de verbeelding spreekt. Hè? Waar zijn die gevangenen nou ontsnapt? Hoe ziet dat eruit? Terwijl ik een beetje buiten adem ben. Het gaat hier gewoon schuin omhoog. Hier, daar staat ook al. Maar, ja. Dus we lopen langzaam richting de
cellen. Nee, dan heb je audiotour. Ja, dat klopt, maar dat is het cellenblok. Althans, dat is wat ik ervan begreep. Zo stond het wel op genoteerd. Ja, Cell House Audio Tour. En het mooie is dat je die ook hier in het Nederlands kunt volgen. Dus dat gaan we dan doen. Maar volgens mij was het van The Rock, die film. Was het op zo'n uitkijkpunt, maar volgens mij was het ook een cel. Dus dan keek je naar buiten. Dus keek hij als gevangene keek de vrijheid in. Met de wetenschap dat je er eigenlijk niet uit kon. Ik weet alleen niet meer precies hoe die film ging. De film met Sean Connery. Hier komen we bij de Main Prison. Zal dit zijn, omkleedruimte? Wat ik net las is overigens dat dit dus een gevangenis is voor de zwaarste criminelen, maar ook criminelen die zich niet konden gedragen in andere gevangenissen. Oh, ja. Dus die gingen dan hier naartoe. Oké. Okay. Ja. Dus de doucheruimte. Maar interessant om te zien, hè? Waarschijnlijk gaan ze hier een douche. Ja, en dan waarschijnlijk hier registreren of zo. Je moest natuurlijk geregistreerd worden nadat je hier dus gedoucht hebt. Kijk. Rondleiding in het Nederlands, dat is ideaal. We hebben dus inmiddels de tour hebben gekregen. We hebben de koptelefoon op het hoofd. En de tour gaat nu hier beginnen. Nou, dan denk ik dat het tijd is om de tour aan te zetten, of niet? Hier zo. Tour starts here. Druk je op de groene knop? Deze? Groene knop, ja. Oh. Oh ja, ik druk op de verkeerde knop. Nou, dat zijn mensen die hebben hier gewerkt. Thank you.
God whistle. Wat is dit? Zo'n... Zo'n sleutel. Oh, grappig. Zo'n pin. Ja. Correctional officer pin. Renaissance, hè? De inmates. Zou dat allemaal zelf in elkaar gezet zijn, dit soort dingen? Drie onderste. Okay. Gaat het worden? Ja, elke twist. Met de Golden Gate Bridge. Nee. Niet zo schudden. Oh, die is wel heel mooi hoor. Papa had gelijk. Ik hoor. Hallo. Ja. Okay. Elke twee zijn ze ook al zelf langs. Nou, de bootlandings, maar we gaan nog niet naar de boot. Hè? Ik denk dat we eventjes een plekje zoeken om eventjes een beetje te drinken. Ja. Je mag niet eten. We hebben wel op het plekje. Dus. Je mag wel eten. Als jij die koketten even uit het huis haalt, pak ik die friteuse. Oké. Okay. Er gingen weinig mensen dood, maar stel dat het dan toch gebeurde, dan was dit het mortuarium. Nou ja. Wat is ja. dit? Mortuarium. Ja. Worden mensen verbrand? Verbrand? Nee. Dit is toch zo? Nee, neergelegd. Neergelegd? Het is gewoon een mortuarium, dus een plek waar de mensen die overleden hier op het eiland neergezet werden. Of neergelegd werden. En vervolgens natuurlijk vervoerd werden. We zien op Alcatraz Island en we gaan nu weer terug met de boot naar het vasteland. Dus weer terug naar Pier 33 San Francisco. En in San Francisco gaan we nu naar Pier 39. Wat ik gezien heb op de kaart is dat een behoorlijk groot gebied met allerlei entertainment, straatartiesten, restaurantjes, etc. Ook daar vind je weer de zeeleeuwen, dus dat is ook wel leuk om te zien. En, we zijn inmiddels onderweg vanaf Alcatraz Islands met de boot weer terug naar San Francisco, vasteland. All across the nation, such a strange vibration. San Francisco.